De derde oefenwedstrijd voor Feyenoord na de sportclub en FC Horst is nu topklasse HHC Hardenberg de tegenstander. Geen Graziano Pelle, hij werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Wel deze Mitchell tevreden. Dinsdag al 4 keer tegen FC Horst en nu is het weer raak. 1-0 voor Feyenoord. Een hoekschop dan. En daar is weer tevreden. Feyenoord op 2-0 tegen HHC. Het zich tot onvrede van Koeman, voornamelijk beperkt op het tegenhouden van de Rotterdammers. Weer een hoekschop, getrapt door Vormer. De keeper zit mis, tevreden niet en dan is het 3-0. Zijn 7e doelpunt in minder dan 90 minuten. Hij geeft zijn visitekaartje wel af, die Mitchell tevreden. Vorig jaar nauwelijks aan spelen toegekomen. Nu prima bezig in de voorbereiding. Goossens. En die zit er heel lekker in hoor. John Goossens, prachtig doelpunt. De spelers die tijdens het EK onder 21 in actie kwamen zijn dan inmiddels ook in de ploeg gekomen. Zij maken hun eerste minuten in deze voorbereiding. Dit is Vilena. De 1-2 met Slegers. En 5-0 voor Feyenoord. Vilena weer. Een goede bal op Harmeet Singh. En dan is dit een koud kunstje voor de Noor, de 6-0. En zo wint Feyenoord ook de derde wedstrijd van de voorbereiding eenvoudig. Tegen HHC Hardenberg wordt het 6-0 voor de ploeg van trainer Ronald Koeman.